In 2002 showde Yves Saint Laurent zijn allerlaatste collectie in de Centre Pompidou in Parijs. Dit is een van de jurken die in het laatste stuk van die show werd getoond. Het is zijde chiffon. Alles is heel erg fijn verwerkt. En ook de details aan de binnenkant zijn van zo'n verfijning dat je echt merkt van ja, dit is Yves Saint Laurent haute couture. Een van de kenmerken van haute couture is dat de binnenkant vaak interessanter is dan de buitenkant. En er is een klein detailtje wat ik eigenlijk ook heb geleerd in de haute couture in Parijs. Is het geheim van elke strapless jurk, dat is deze band. Dat noemen ze in de haute couture wereld le gros grain. Dus in het Nederlands heet het heel aantrekkelijk ripslint. Gros grain klinkt wat exotischer. Als iemand een strapless jurk aan heeft, waarom is het dan zo van dat ze altijd lopen te hijsen? En waarom heeft Catherine Deneuve bijvoorbeeld daar nooit last van? Dat is dit bandje. En dit bandje zorgt ervoor dat alles heel goed op zijn plek blijft zitten. Heel erg veel savoir-faire zit er in deze jurk om de eenvoud van dit soort dingen te waarborgen. En dat is één van de specialiteiten van Saint Laurent. Het zag er zo simpel uit, maar het was het zeker niet. In de haute couture wintercollectie van 1997-98 had Saint Laurent weer het idee om de panter terug te brengen in de collectie. En dit keer geborduurd. In zijn hele carrière heeft hij heel erg veel panter en tijgerprints etc. gebruikt. Waarbij Saint Laurent dus wel van, oh I want crocodile, oh I want sunflower. En in dit geval wilde hij dus le panter. Ook nog eentje met heel erg veel sparkle. De steekjes zijn zo ontzettend fijn dat je bijna medelijden krijgt. Echt serieus, ik zag de steekjes. Ik dacht van, oh wauw, maar dit is echt heel erg veel werk. En dit is ook heel erg kostbaar om natuurlijk te laten maken. Let dan vooral op het effect, hoe het is gespeeld met het licht in de donkere vlekjes en de kleine pailletjes die ongeveer bijna rechtop tegenop elkaar zijn gezet. En dat is ook een van de kunsten van de haute couture, of moet ik zeggen de haute embroidery, waar Yves Saint Laurent heel erg veel gebruik van maakte. Deze zijde chiffon jurk in een hele mooie chanson, waar jullie straks even heel aandachtig naar moeten kijken, is een van de kenmerkende stijlen die Saint Laurent veel gebruikt in zijn collecties. Bijna Grieks gedrapeerd, ziet er heel erg luchtig uit, net alsof de chiffon zo op het lichaam is gewaaid. En dat waaien is nou ook precies een van de kenmerkende dingen van dit soort jurken. Aan de achterkant, en nou wordt het echt leuk, zie je hoeveel hang- en sluitwerk, echt, het is net een soort kluisdeur waar je het over hebt. Haakje, 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 drukkertje, die zijn allemaal bekleed met een heel klein stukje chiffon, zodat het dus niet op zou vallen. Hier aan de binnenkant ook nog weer, nog kleinere drukkertjes. En dan nog verderop zitten er ook nog drukkertjes die ervoor zorgen dat er nergens een rits te zien is. Alles zorgt ervoor dat als je deze jurk dus aan hebt, dat hij geen kant op beweegt. En het enige wat de jurk dus hoeft te doen, is vliegen. Deze jurk heeft Catherine Deneuve gedragen tijdens het filmfestival in Cannes in het jaar 2000. Uitgevoerd in zijde fluweel met strikken zo goed geplaatst dat ze in ieder geval er niet uitzag als een zwarte bonbon. Dat is een van de dingen waar Saint Laurent heel goed in was. Door het lichaam te zien in een opdeling van proporties, zeg maar zo'n proportieleer, zorgt ervoor dat de vrouw de jurk draagt en niet de jurk de vrouw. Want hij zei altijd van, the most important thing in my designs, in a dress, is the woman who is wearing it. En in dit geval was dat Catherine Deneuve. En een saillant detail, de sluiting zit hier verstopt onder de strik. Dus als de haakjes hier losgaan, valt de jurk ineens naar beneden. En dat geeft nou net een stukje verleiding aan zo'n eenvoudige jurk waar Yves Saint Laurent in excelleerde. Een van de kenmerken van Yves Saint Laurent was zijn kleurgebruik. Daar was hij heel beroemd mee. In 1989 had hij een collectie gemaakt geïnspireerd op Bougainvillea. En de Bougainvillea hier is, en dat is helemaal bijzonder, is geprint op zijde kazaar. Zijde kazaar, is dat dan gaas? Weet je, wat is dat? Het is een stof die je niet zoveel ziet. En eigenlijk alleen maar in de haute couture wordt gebruikt vanwege de moeilijkheid
om die stof te kunnen verwerken voor een prachtige collectie, een van mijn favoriete collecties die hij ooit heeft gemaakt. Zeker dit soort details, maar ook de details die hierin zitten, is natuurlijk een van de typische kenmerken van de stijl van de late jaren 80. Er zitten heel veel kleine details in het weer in het hang- en sluitwerk, waarbij de haakjes en de drukkertjes de hele creatie op hun plek houden.